als kleine zelfstandige dan ben je een van de kruimels in de organisatie. En zul je eigenlijk een beetje zelf je weg daarin moeten vinden. Als partner van een festival of in een grote organisatie word je meteen meegenomen in alle processen die spelen tijdens zo'n festival. Is de voorbereiding duidelijk veel langer, maar zijn er ook veel meer regels en zaken waar je rekening mee moet houden. Als je geluk hebt, word je gevraagd door de organisatie om daar als kleine ondernemer koffie te verkopen. Wat vaker is dat je jezelf aanbiedt bijvoorbeeld. Er zijn events geweest waar ik op toeleg. En dat zijn meestal events met weinig bezoekers of waar het heel mooi weer was, waardoor iedereen bier ging drinken en ijs ging eten in plaats van koffie drinken. Ik probeer altijd wel goede afspraken te maken met de organisatie daarover. En ik probeer ook in te schatten wat de kans is dat je daar veel koffie kan verkopen. Dan noem ik dat koffie-minded publiek op een festival. Als ik key draai en we hebben laatst een berekening doorgevoerd, hebben we alle uren die we aan een event besteden, van pre-productie tot het sturen van de factuur, hebben we doorberekend en er bleven niet eens een tientje per uur over. Nee, daar word je niet rijk van. Wel gelukkig.